Daar zijn we. En we zitten eigenlijk op het terras, het nieuwe terras van Verboden Wines. We hebben vandaag niet één, niet twee, maar drie rosés voor de maand juli. Die gaan we vandaag presenteren. Daar is hij dan eindelijk, de lang verwachte Impio Rosé. Na het grote succes van onder andere de Impio Verdejo hebben we nu eindelijk een heerlijke rosé van het wijnhuis Impio. Komt net boven de Rueda vandaan en zoals je al ziet, prachtig mooi lichtroze van kleur. Tonen van een beetje aardbei, framboos en een klein beetje mineraal. Ook weer een toppertje. Normaal 8,99, introductieprijs deze maand 7,50. Kom ervan genieten. Na het grote succes van de Montbizet Chardonnay, wijn van de maand februari, heb ik nu eindelijk voor jullie de Montbizet Rosé. Dit is op basis van de Grenache Gris. En Gris betekent dat er maar een klein beetje van de schil is gebruikt in het proces. Daardoor is die heerlijk licht van kleur, zoals je ziet in het glas. Tonen van mineraal en rood fruit, zoals bessen en framboos. Maakt hem heerlijk licht. Normaal voor €12,99 en nu in de actie voor €10,50. Nou, dan mag ik ook mijn rosé gaan presenteren. En niet zomaar een rosé. Domaine Ott, Côtes de Provence. Het mooiste streekje waar rosé vandaan komt. Van het wijnhuis Ott daarin. Dit is een blend van vier druiven. Grenache, Syrah, Cinsault en Mourvèdre. Parel van de rosé. Zie je ook in de kleur. Beetje zalmroze, goudkleurig. Met lichte tonen van citrus. Heel klein beetje tropisch fruit. Klein beetje vanille. Klein beetje kruiden. Ja, dit is werelds, kan ik je zeggen. Een van de mooiste rosés die we hebben. Niet voor niks ook rosé van het jaar geworden in 2024. Normaal €44,99. Deze maand kans om hem te proberen voor €37,50. Dit waren ze dan. De drie prachtige nieuwe rosés bij Verboden Wines. Kom ze proeven in de wijnbar, op het terras. En je kan ze daarnaast ook bestellen. Vandaag besteld is morgen persoonlijk gekoeld aan huis bezorgd. Ik zie jullie snel.